de provincie Zuid-Holland richt op grondgebied van de gemeenten Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht de Crezeepolder in. De omvorming van de Crezeepolder tot 72 hectare groot waterrijk natuur- en wandelgebied is in april 2015 van start gegaan. Dit nieuwe natuur- en wandelgebied werd woensdag 16 november 2016 aaneengesloten op de rivier de Noord. De kreken stromen vanaf dat moment op het ritme van het getij vol en leeg. Zoetwatergetijde natuur trekt bijzondere dier- en plantensoorten aan en levert een prachtige wandel- en vogelgebied op. Vanaf 20 november aanstaande is het gebied specifiek toegankelijk voor wandelaars en vogelaars. Dankzij nieuwe paden, vogelschermen en een brug kunnen bezoekers er heerlijk wandelen en vogels spotten. Er zijn verschillende wandelroutes in en om het gebied mogelijk. Ook is er een aansluiting gemaakt met het naastgelegen natuurgebied, de Ridderkerkse Grienden en Gorzen. Daarmee is een 10 kilometer lange, aaneengesloten wandelroute door het groen ontstaan. De provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen 15 jaar tientallen waterrijke natuurgebieden als de Crezeepolder aangelegd tussen de Biesbos en de Noordzeekust. Alles bij elkaar zo'n 2000 hectare natuur. Hierdoor heeft het achterland weer contact met de zee en trekken zeldzame vogels en dieren heen en weer. De bever zit al in het Haringvliet en de visarend is in augustus al jagend in de Crezeepolder gespot. Een bewijs dat het aan elkaar koppelen van kleine, losse, getijde natuurgebieden langs de rivieren tot één grootschalig woon-, broed- en fourageergebied voor vogels goed werkt.